Wij zijn geen mooi weervoetballers. Ik denk niet dat je ze Urk zo kunt omschrijven. Een beetje storm, wij kunnen een stootje hebben. Wij houden wel van een beetje ruig weer, dus laat maar komen. Ja, voetbal, daar staat of valt eigenlijk alles mee. Als ik hier maandag op de zaak kom, dan wordt er meteen gesproken over de wedstrijd van zaterdag. Geloof staat toch wel op één. We zijn gewoon een gelovig dorp. Daarnaast is gewoon werk en voetbal. Dat zijn eigenlijk de twee bijzaken waar iedereen het over heeft. We hebben nog een aantal jongens beneden werken die ook in het eerste spelen. Dus ja, ook als ik beneden loop, heb je meteen een praatje te pakken over voetbal. Hey vriend. Nou, dit is mijn mooiste moment 4 jaar geleden in de wedstrijd tegen Ajax, ook in de KNVB-beker. Dave ging alleen naar het doel toe en kon net met een sliding kon ik hem verhinderen. Ja, dit is hem. Ja, fantastisch natuurlijk voor mij. Hij ligt gewoon in die kast. Ik wilde hem eigenlijk inlijsten, maar het is toch nu toe eigenlijk nog niet van gekomen. Nee, wel gewassen. Stonk als een molle. Tegen Ajax weet je gewoon van, joh, genieten. We vliegen eruit. Tegen Roda, ja, er zit wel een kans in. Ik denk niet dat je ons moet onderschatten. Nou, je weet al dat Roda met twee spitsen voetbalt. Deze al analyseer. Roda, nou ja, daar stelt niet zoveel meer hulp. Daar zitten Urk in elkaar, daar kunnen we niet iedereen winnen. En ze zullen teleurgesteld zijn als we er dik afgaan. Zo zijn ze ook. Iedereen komt dus uit Urk, wel of deze gast. Deze gast is al het doel. De wilskracht, dat is wel hier erg groot. Als je gaat kijken hoe vaak wij wedstrijden nog winnen in de laatste 15 minuten, dan zie je hier echt wel dat ze er alles voor over hebben en dat het gewoon echt voetbal ademt. Ja, de Urken die geeft nooit op. Het loopt niet te piepen. Ja, als ze omvallen, dan kan je beter als scheidsrechter gewoon gaan fluiten, want dan is er gewoon echt wat aan de hand. Klaas erop, dus joh. Het mooiste zou natuurlijk een winstpartijtje zijn, maar goed, als wij er tegen Roda uitgaan, is geen schande. Als Roda een mindere dag heeft en wij hebben een topdag, ja, dan kan het wel eens gek gaan lopen. Ja.